Als je niet lekker in je vel zit, dan is het niet altijd even duidelijk waardoor dat komt. Reflecteren is daarmee makkelijker gezegd dan gedaan. Dus wat is een manier hoe je kan reflecteren? Hoe je kan kijken naar je eigen situatie en waar je zou kunnen verbeteren? Dat kan je doen aan de hand van het waardewiel. En zoals je hier naast me kan zien, is dit een wiel of een soort van taart met allemaal verschillende stukjes. En deze stukjes kan je ook wel levensdomeinen noemen. Een levensdomein is bijvoorbeeld je sociale leven. Een ander levensdomein is bijvoorbeeld je werk. En zoals je hier kan zien, kan je per domein kan je een schaal aangeven van 0 tot 10. En daarbij kan je aangeven hoe tevreden je voor dat stukje in je leven bent. Wat voor cijfer geef jij je werk op dit moment? Is dat een 4, omdat je niet helemaal tevreden bent over bepaalde aspecten? Is dat een 8, ben je wel heel erg tevreden? Of is het een 10? Ben je echt op je piek, ben je ontzettend blij en is er niks wat je zou willen veranderen? Nou, waarom is dit waardewiel nou rond? Dat is omdat je per levensdomein kan invullen hoe tevreden jij bent met dat gedeelte van jouw leven. Dus als je dat voor elk onderdeel doet en bijvoorbeeld overal een 8 scoort of een 7 scoort, dan ben je in balans. En dan is jouw wiel dus helemaal mooi rond en dan rolt jouw wiel. Als er nou een aspect is waar je minder tevreden over bent en je daar dus een lagere score aan hangt, dan ben je uit balans en dan rolt jouw wiel dus minder goed. Dit wiel is dus een manier om in één oogopslag te kijken naar je hele leven en te kijken waar je misschien wat dingen zou kunnen aanpassen of waar werk aan de winkel is. Bijvoorbeeld als je voor je gevoel niet helemaal tevreden bent over jouw werk, dan kan je gaan nadenken waar dat door komt en wat je dus zou kunnen verbeteren om dat cijfer te kunnen opkrikken naar bijvoorbeeld wel een 8. Een extra toevoeging die je kan doen is dat je per levensdomein een waarde vastplakt aan dat stukje van jouw leven. Nou, bijvoorbeeld in mijn werk vind ik samenwerken heel erg belangrijk. In mijn bijdrage aan de maatschappij vind ik duurzaamheid belangrijk. Hoe hoog je een bepaald levensdomein scoort, heeft niet zoveel te maken met hoeveel tijd je ergens aan besteedt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ik een 8 geef aan mijn bijdrage aan de maatschappij, maar dat ik niet zo heel veel tijd besteed aan extra dingen naast mijn werk. Naast het waardewiel of het levenswiel heb je ook het werkwiel. En hier ga je dus kijken naar specifiek je werk en naar de onderdelen van jouw werk. Bijvoorbeeld, word jij genoeg uitgedaagd? Ben jij tevreden over je salaris? Ben jij tevreden over je relatie met je manager? Of ga je goed met je collega's om? Dus waarom zou jij een werkwiel of levenswiel kunnen tekenen? Dat is omdat het je meer overzicht geeft over jouw leven. Dat het echt een makkelijke manier is om te reflecteren. Dat jij jouw balans bewaakt en je balans dus in de gaten houdt. Maar voornamelijk ook dat het een manier is om te kijken waar je nog kan groeien. En waar je dus in kan verbeteren in jouw leven. Teken jouw werkwiel of levenswiel en maak de balans op. Succes!